Ja, hallo, dat was niet de bedoeling. Bijna 20.000 views, 1200 likes en meer dan 200 reacties. Zoals... Deze game is geniaal! Rick, je moet hier echt een serie van maken. Ik ga stuk. LMAO, top content. Jullie willen gewoon een tweede aflevering van die Peppa Pig game, hè? Nou, welkom. Ricka Vos is terug. Oh, trouwens, je kan nu stemmen op de Top Player Awards van KPN en Legend of Gaming. Zij maken namelijk ieder jaar een lijst van de beste gaming video's. En ik wil dat jullie deze Peppa Pig serie gewoon keihard die top 50 instemmen. Dus ga nu naar legendsofgaming.nl. Klik bovenaan op KPN Top Play Awards. En vul daar gewoon de eerste aflevering van mijn Peppa Pig serie in. Dat zou ik echt geniaal vinden. Let's go! Jullie vinden dit gewoon vet, hè? Dus doe gewoon weer die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Ah, leuk kamertje, Peppa. Ik heb je speelgoed gestolen. Hier, ik neem deze bellenblaas mee. Ik neem bellenblaas mee naar buiten. Ah, dit is mijn bellenblaas. Oh, wacht. Misschien als ze naar buiten gaan... Oh, nee, dan gaan we niet met de bellenblaas spelen. Ah, nu gaan we echt naar opa en oma. Ik wilde vorige keer ook al naar opa en oma. Naar links lopen, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu lopen, gaan we niet met de auto. Oké, okay, Peppaatje? 1, 2, 3. Hotseflats, lekker in de modder, jongen. Hop, spetter, petter, pater, lekker in het modderwater. Oh ja. Ja, opa en oma zullen blij zijn als je zo op visite komt. Lekker bezig. Hé, hey, ligt daar gewoon een vlieger? Jongens, weten jullie? Ik heb in mijn leven nog nooit gevliegerd. Heftig, hè? Wie van jullie heeft er wel gevliegerd? Laat het weten in de reacties. Wat, hebben jullie een sikke, coole vlieger? Ja, ik ben toch wel een vliegerpro, zie ik. Ik heb er talent voor, jongen. Ja, 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 ja. Oké, doei. Dag, we gaan weer door. Het huis van grootouders. Oh ja, die hebben lekker veel groente in de tuin en appeltjes aan de bomen en zo. En... Oh. Het huis van opa, oma, Beg. Ja, dat had ik door. Dat stond er al in beeld. Peppa, dat hoef je niet nog een keer te vertellen. Ik ben niet dom. Dit is het huis van opa en oma. En opa is altijd druk bezig in zijn tuin. Oh, nou, ik hoef het helemaal niet te vertellen. Peppa vertelt het wel. Oma zorgt dus voor de kippen, zei ze. Nou, Peppa heeft het hier altijd naar haar zin. Nou, dan gaan we hier even weer wat mooie, leuke nieuwe avontuurtjes beleven, hoor, jongens. Zullen we de auto stelen? We gaan de auto stelen. Kan dat? Oh nee, nee, ik ga nu gewoon naar huis. Nee, ik wil niet naar huis. Nee, nee, ik was nog maar net bij opa en oma. Oh, jongen. Echt, mijn ouders zijn zulke partypoepers. Ze halen me gewoon gelijk mee naar huis. Ik wil gewoon zelf even auto rijden. Nou, zonder dat we naar opa en oma zijn geweest, gaan we gelijk door naar het strand. Nou, was gezellig, opa en oma. Leuk je niet gekend te hebben. Tot ooit misschien? Oh, of zijn... Oh. Oma. Oh. Waar is al het zand? We zijn met opa en oma naar het strand. Dus in plaats van zand zijn er alleen maar rotsen. Nou, gezellig, alleen maar rotsen. We willen zo graag zandkastelen bouwen. Wat doen we nu? Hé, hey, maar waar is mijn dinosaurus vriend, jongen? Die moest ook mee. Waar is het broertje van Peppa? Als je goed rondkijkt. Zo, hallo. Kun je niet even wat sneller praten? Ik heb niet alle tijd vandaag. Oké. Okay. Kijk, oma praat tenminste wel snel. Laat ze altijd iets bijzonders achter tussen de rotsen. Oeh. Wat voor dingen gaan we er vinden? Gaan we krabben zoeken? Met je kameraadje wat je kunt vinden in de rotspoelen. En stop dat in je emmer. Neem een kijkje tussen de rotsen langs het strand. En laat opa en oma... Oké, we gaan kijken wat we tussen de rotsen kunnen vinden, jongens. Hier, kunnen we iets vinden hier in het water? Lekker met één vingertje. Oh, snap geld! Ik heb iets heel glimmends. We hebben money gewoon, jongen. Misschien was die ooit van een piraat. Hey, die, ja, dat is gewoon mijn munt. Ik ben dol. Ik heb hier gewoon mijn muntje gedropt. En nu doe ik net alsof ik dat helemaal niet wist. Maar dat wist ik wel. Oh, snap, ik zei toch een krab! Mijn Krabby! Hé, jij hebt geen krab gevonden. Die heb ik gevonden, Peppa. Zit je een beetje met de eer te strijken, joh. Oké. Zit er nog meer hier in het watertje? Ja, een slakkenhuisje. Oma Knight is ook van de partij. En het is een hele grote. Wist je dat als je een schelp tegen je oor houdt, je de zee kunt horen? Dat is helemaal niet waar. Echt waar? Nee. Dat is helemaal niet waar. Je krijgt gewoon oorzuizen. Oh, we hebben alles al gevonden. Oké, we gaan door. Oh, daar is die. Daar is mijn kleine maat. Fakka, dat is toch George? Volgens mij, als ik de comments goed gelezen heb. Yo, Tinesau. Mama, papa, jullie zijn er. Vinden jullie je
het leuk om bij oma en opa biecht te zijn? Nou, ik vind het hartstikke leuk om bij opa en oma biecht te zijn. Maar oma liegt. Wat fijn. Oma vertelt leugens over schelpen. Dit lijkt me een geschikte plek. Oké, pap. Gaan we lekker hier op het strandje picknicken en zandkastelen bouwen en zo. We leggen eerst even wat dekentjes neer, wat handdoekjes neer. Hoppakee, parasoltje erbij. Even een beetje lachen. Waar is de dinosaur van George, jongen? Ik vind niet normaal dat ze dinosaur thuis hebben gelaten. Wat hebben we wel? We hebben een voetbal. We kunnen gaan voetballen. Yo! Vangen! Maar het is een voetbal. Nee. Oh, is het een strandbal? Oh, dat kan ook. Dat het een strandbal is. Het lijkt een beetje op een kindervoetbal, paasei, togepi, bal. Oké, kan ik gewoon weglopen? Nee, ik kan... ik mag gewoon weglopen. Maar dat gaat helaas niet. Nee, we moeten een paar rondjes ballen gooien. Zijn we klaar? Ja, hè? Oké, top. Kan ik op zijn buik springen? Nee. Kunnen we een zandkasteel maken? Ja, nou, hartstikke leuk lachen, joh. Oh, dit is de tutorial. Hoe je een zandkasteel maakt. Let goed op. Dus eerst zand in de emmer. Met je schermpie. Hoppakee, lekker schermpie. Ja, nog een schermpie. Toppie. En til hem dan op. Oké, dat kunnen wij ook. Omdraaien en optillen. Wat ziek idee. Oh, wat een mooie. Dit is toch geen zandkasteel, jongens? Dit is gewoon een ongedraaide zandemmer. Het, ja. Oké, ja. Het strand zit vol met leugens en noepheid. Wat kunnen we nog meer doen op het strand, die? Lekker weglopen. Hallo. Oh, we gaan zwemmen. Ja, gezellig, joh. Oh. Waarom niet? Hebben we nog geen zwemdiploma? We krijgen nog van die bandjes om onze armen. Want blijkbaar willen ze graag dat wij eruit zien als marshmallows. Nee, wij kunnen niet zwemmen, joh. Wij kunnen helemaal niet zwemmen. Wij kunnen alleen spetteren in het water met armbandjes eromheen. Lekker, hoor. Met mijn mooie regenboogbril. Ik ben nog steeds echt super trots op mijn regenboogbril. Nou, wat een fijn dagje op het strand, joh. Hey, oma die is er klaar mee. Oma die denkt, nou, laten we lekker weer naar huis gaan. Ik sta alvast klaar bij de auto. Ik ga helemaal dat strand niet op. Ik wacht gewoon bij de auto tot iedereen klaar is. Gezellig. Pak mijn breinaalden erbij en een boekie. En dan vind ik het ook gescheten. We zijn weer terug. Bij het huis van opie en omi. En ik wil eigenlijk best wel even een appeltje plukken. Pompidompidom. Nou, we zijn er weer. Kan ik even aan deze boom trekken? Nee? Oké, nee. We moeten naar binnen, Peppa Pig. Let's go. Polly Papagaai, doe alles. Na. Waarom probeer je niet te springen? Wat een droge papegaai. Oh man, ik ga helemaal stuk. Oh. We moeten eten halen. Zodat we het bakje kunnen vullen. Hij reageert ook niet meer. Oh ja, hij reageert wel. Kijk, als ik spring, dan springt hij ook. Ja, hoppakee. Let's go, Polly. Oh, wow. Wow. Er komt een dief in het huis. De zaaddief. Oh, dat is gewoon mevrouw Kip. Dat is een bekende van de familie. Oh, mevrouw Kip peert hem weer. Fijn om je te zien, Peppa. Ah, je hebt een kameraadje bij je. Ja. Hallo, ik ben Rikka Vos. Ja, die kip die wandelde net naar buiten, oma. Net weggelopen. Nou, precies dat. Oh nee. Dat is helemaal niet goed. Oh jeetje. Papa, kunnen jij en je kameraadje me helpen de om... Oh, we gaan kippen zoeken. Ze kunnen niet ver weg zijn. Ja, ja, oma. We zullen ze vinden. Ja, oma die wil gewoon kippensoepie maken, denk ik. Dit is niet oké. Kom maar. Ik zal jullie beschermen, jongens. Ik zal jullie beschermen tegen de kippensoep. Maar waar moeten we dan de kippen naartoe brengen? Dat is nog even de grote vraag. Moeten we die hier ergens... Nee, hier zijn fruitvelden. Pompoenvelden. Hier is nog een kimpie. Daar, oh, oh, kijk, zie je? Opa is al aan het graven om de kippenbotjes te begraven, volgens mij. En dat wordt de begraafplaats gewoon. Oh, oh, koeienmest. Ja. Oh, hier, ja, top. Nog maar 2 kippen te gaan. Nou, daar kan je geen flinke kippensoep van maken. Je moet nog even wachten. Laat de kippetjes maar gewoon lekker met rust. Maar gewoon de eitjes. Nou, nog 1 kimpie vinden. Deze kip is in paniek, hoor. Kijk dat oog. Kijk dat oog. Ja, hij paniekt voor zijn leven, joh. Maar we hebben alle kimpies gevonden, joh. Moeten we er ook nog paardjes gaan vinden? Zijn nu veilig en gezond. Jee. Alle kippen zijn veilig en gezond. Ja, helemaal mooi, maar dan moet je geen soepie maken, hè? Oh, we staan hier bij de stinkmest van koeien. Ja, bij de compost. Deze man praat zo langzaam, jongen. Maar pas op, het stinkt heel
Oh ja, ga ook nog even nog meer uitleg vragen, Peppa. Groter te worden. En nog lekkerder. Probeer het anders een keer. Oké. Opaatje. Ik ga net zo langzaam als jij praten tijdens deze video op dit YouTube kanaal. Oh ja! Ben je klaar? Oké, dag! Doei, doei opie! We gaan terug naar de pampegaai. Hallo pampegaai! Ik zou nog eten voor jou zoeken. Oh hier! Oh nee, dit is kippenvreten! Maar dit is niet papegaai eten, dit is kippen eten. Ja, kan ook. Misschien vindt hij het ook wel lekker. I don't know. Lust je kippenvreten, papegaai? Ja, dit geeft je vast genoeg energie om lekker te springen en te kraaien. Polly, eet hem maar, jongen. Oh, hij kan praten! Wat een topper. Oké, wat hebben we nog meer hier in het huisje van Opie en Omi? Helemaal niks? Wat gaan we nu doen? Ja, dat vraag ik me ook af, wat we nu gaan doen, Peppa. Oké, gaan we weg? Of moeten we nog wat doen? Wat is de bedoeling, Peppa Pikkie? Zijn we klaar bij opa en oma? Nou, we hebben al gevliegerd. Nee, dat hebben we al gedaan. Oh, nou, we gaan nog even kijken bij de Kimpies, hoor. Meer dan goed, Peppa. Omdat jij en je kameraadjes hebben teruggebracht naar het hof. Oh, er zijn kuikentjes. En hebben we kuikentjes. Ja, wat lachen. Kuikentjes. Jij. Ja. Willen jullie ze zien? Natuurlijk willen wij ze zien. Alsjeblieft, oma. Laat ons de kuikentjes zien. Kijk zelf maar. Ze slapen op dit moment in een kippenhok. Ik vertrouw oma niet, hoor. Straks wil oma kuikensoep maken. Dat zou niet oké zijn. Oké, maar ik wil wel kijken. Maar hoe kan ik kijken dan? Laat me kijken. Ik kan er niet bij kijken. Er zitten helemaal geen kuikens. Ik vertrouw oma niet, jongen. Er zitten geen kuikens in, joh. Nou, ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan. Oh, er is weer iemand slaperig. Zo te zien. Er moet iemand naar bed toe. Daar zijn jullie. Ja, wij zijn weer thuis. Naar strand en opa en oma. We zijn er weer. Maar papa, ik moet even praten over oma. Oma is niet te vertrouwen. Oma vertelt leugens en wil kippensoep maken van de lieve kippetjes. En zegt dat er kuikjes zijn, maar die zijn er helemaal niet. Die heeft ze stiekem al opgegeten volgens mij. Is echt allemaal niet oké. Oh kijk, ja, we gaan weer tukkie doen, jongen. We gaan weer lekker slapen. We liggen weer onder het wolletje. Welterusten, papski en mamski, big. Doei. Val niet van de trap. Kijk goed uit waar je loopt. Stap voor stap. Rustig aan. Ja. Oké. Doei. Dag. Wat rusten. Weer een nieuwe dag gehad in Biggeland, jongens. Als jullie dit nou nog steeds vet vinden, na 2 afleveringen, dan wil ik dat wel even zien in die duimpjes, hè. Ja, weet je, als jullie weer 1000 duimpjes gaan gooien, dan ga ik gewoon nog een aflevering maken. Zo ben ik. Ik doe dat gewoon voor jullie. Dus doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo-video's. Ook zoals deze. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. En stem even. LegendsOfGaming.nl. Peppa Pig. Die moet even in de top 50. Lijkt me hilarisch. Mazzel!